We zijn aangekomen bij toer 2 van de sjaal die we aan het maken zijn naar het patroon van Esther Meijer. Dus daar gaan we weer. Wil je de snelle versie, daar ben je de ervaren haakster. Klik dan eventjes hier, dan ga je weer terug naar het patroon voor de snelle haakster. Daar gaan we. Je had 140 steken opgezet, plus 2. Ik had gezegd, als je deze vasthoudt, dan kan je daar weer verder. Maar heb je hem nou losgelaten, omdat je ondertussen wat moest doen of zo? Hoe zie je waar je moet beginnen? Er staat dat we in de derde steken moeten gaan insteken. Dus als je hier die V'tjes ziet, dat is een steek die je gemaakt hebt, een losse. En dan kan je tellen 1, 2 en 3. Dus je ziet ook al, ik had net al begonnen, maar het filmpje ging niet helemaal goed, dus ik ben overnieuw begonnen. Hier heb ik net ingestoken, in die derde steek. Dus voor jezelf, zorg dat waar je je vinger hebt, daar zitten nog 2 V'tjes boven. Dan ga je in de derde steek insteken. We gaan stokjes maken en deze eerste 2, en je steekt hem in die derde, deze eerste 2 tellen als eerste stokje. Daar gaan we. Een stokje. Hoe maak je die? Je gaat onder het draad door met je haaknaald, dus je maakt een omslag. En dan heb je dus 2 draadjes op je haaknaald staan. Je steekt in die derde steek waar je vinger bij was, steek je onder 1 draadje, ga je een draadje halen noem ik dat. Oftewel, je maakt een omslag, maar voortaan zeg ik draadje halen. Je gaat een draadje halen en die haal je onder dat ene draadje door. Heb je er 3 op je haaknaald. Je gaat een draadje halen, dus je slaat je haaknaald om het draadje heen. Hou hier aan de onderkant je steken vast. Kijk, dan krijg je een beetje ruimte in die steken. En je haalt je haaknaald door 2 draadjes. Heb je er nog steeds 2 op je haaknaald. Je maakt weer een omslag, oftewel draadje halen. Hou je werkje aan de onderkant weer vast, waardoor je ruimte krijgt in je steek. Je trekt hem onder de 2 draadjes door en je hebt je eerste stokje gemaakt. Dus je hebt nu eerste stokje gemaakt. Omslag. Je gaat in deze steek die ernaast zit, hier zie je die 2 draadjes in de eerste steek. Dus deze heb je gehad. Hier zie je een lege ruimte, dus dat is je volgende steek. Ga je onder 1 draadje door een draadje halen. Heb je er 3 op je haaknaald. Omslag. Onder de draden door, hou hem hieronder weer vast, trek je hem een beetje aan, dan heb je ruimte. En je haalt hem onder 2 draadjes door. Heb je er 2 op je haaknaald. Draadje halen, hou je steek weer vast en je haalt hem onder de 2 draadjes door. Heb je je tweede stokje gemaakt. Gaan we nog een keer. Omslag. Je ziet hier heb je hem gebruikt, die steek. Hier zit de volgende. Onder 1 draadje door. Draadje halen, 3 op je haaknaald. Draadje halen, onder 2 steken door. Draadje halen, onder 2 steken door. Dat is een stokje. Een stokje is, even wat sneller, omslag, insteken, draadje halen. Je hebt er 3 op je haaknaald. Draadje halen, door 2. Draadje halen, door 2. We hebben nu 4 stokjes gehaakt, dus daar gaan we. Het gaat nu ietsje sneller, dus wil je het langzamer, kan je altijd op je eigen gemakkie gaan haken. En dan kan je hem ook wat langzamer zetten. Als het goed is, zie je hier een radertje staan. Als je bij dat radertje aanklikt, zie je staan dat je hem langzamer... Ga ik ook raar praten, want dan praat ik waarschijnlijk heel langzaam. Maar dan gaat het filmpje ook langzamer. Dus ben je een hele beginner, zorg dan dat je het filmpje wat rustiger zet. We gaan verder haken. We hadden er 4, dus daar gaan we. Een stokje, 5, omslag, onder de steek, draadje halen en door 2. We hebben er nu, even kijken, 2, 4, 6. Nu ga ik alleen nog maar tellen. En dan gaan we, 7 en 8 en 9 en 10. Dat wordt 11, 12, 13. En ik doe het voor mij echt op mijn gemakkie. Dus als je op je eigen tempo wil, zet het filmpje op rustig pauze en doe het lekker op je eigen tempo en dan kom je terug bij toer 3. Gewoon tot aan het einde toe je stokjes haken. En dan gaan we. Nou ben ik de tel kwijt. 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14. Vijftien, zestien, zeventien, achttien, negentien, twintig, eenentwintig. 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 42, 43, 44, 45, 46, 47. 48, 49, 50, 51, 52, 53. 54, 55, 56, 57, 58, 59. Als je met insteken voelt dat je een draadje hebt, gewoon even overnieuw insteken, want je krijgt hem anders echt niet mee. 60. 61. 62. 63. 64. 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71,
72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101 en 102 103, een beetje bol pakken. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 10. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137. Die ziet er niet mooi uit, dus die doe ik heel even overnieuw. Beter nu overnieuw, want anders ga je er misschien wel aan irriteren. 137 dus. 138. Een beetje eraan pakken. Nog twee steken over. 139. En dat laatste zie je, dat hele kleine stukje hier aan het begin. Dat is je 140ste stokje die we gaan maken. Sorry voor het snurken van mijn hondje op de achtergrond. Ik heb twee chihuahuatjes. En af en toe ga je hem horen snurken, want hij is een beetje de laatste tijd verkouden lijkt wel. Dus hij snurkt af en toe, dus dat hoor je op de achtergrond. We hebben 140 stokjes gehaakt voor toer 2. Dus ik zie je heel graag terug zometeen voor toer 3. Bedankt voor het meehaken en tot zo!